In deze video ga ik het hebben over gezonde vetten en de strijd tegen diabetes. De vetten in de mediterrane keuken zijn allemaal diabetesvriendelijk. De lijst begint met olijfolie. Voor het koken, marineren en besprenkelen van groenten en sla is olijfolie een zeer goede optie. Het allerbeste is extra virgin olijfolie. Dat betekent dat het van de eerste persing van olijven komt en dat heeft de meeste anti-ontsteking en antioxidanten. Dat is zeer belangrijk wanneer je diabetes hebt. Daarbij heeft het meer olijfzuur dan andere oliën. En dit oliezuur is verbazingwekkend. Het vermindert de slechte cholesterol, verhoogt de goede cholesterol, verlaagt de bloeddruk doordat het kan doordringen in de celmembranen en het verandert hoe het hart en het cardiovasculaire systeem hierop reageert. Daarbij is het bewezen in tientallen recente studies dat het risico op vele vormen van kanker kan verminderen. Er zijn 9 verschillende soorten antioxidanten in olijfolie, waardoor het echt een superolie is. Vervolgens hebben we ook omega-3 vetzuur. Dit zul ik aantreffen in olijfolie. En dit is een olie die essentieel is. Dit betekent dat ons lichaam het echt nodig heeft, maar kan het niet zelf maken. Dus waar haal je het? De beste bron is koud water. Vette vis, zoals wilde zalm, makreel, sardine en haring. En vergeet niet verse vis altijd beter is dan vis uit blik. Ook walnoten, pekannoten en amandelen zijn bekend bij de meesten van ons. En we weten dat ze calorieën bevatten en als gevolg ook natuurlijk olie bevatten. Maar de olie zit vol met antioxidanten dat diëtisten en voedingsdeskundigen het ook daarom altijd aanraden om voldoende noten te eten. Persoonlijk eet ik elke dag een portie amandelen vanwege de goede vetten. Daarbij zit amandelen ook vol met calcium en magnesium. Veel diabetici hebben een tekort aan magnesium en wanneer het wordt toegevoegd aan hun dieet, verbetert het de diabetes. Ze hebben ook de neiging om uit de buurt te blijven van melk. Dit is natuurlijk een vorm van suiker en hebben zodoende een tekort aan calcium. Gelukkig zul je calcium ook aantreffen in amandelen. Maar ze hebben ook veel vitamine E en fytochemicaliën. Dit zijn speciale antioxidanten die allerlei goede dingen voor ons doen. Ook pekannoten en walnoten hebben een speciale vorm van vitamine E en die de cholesterol aanzienlijk verlaagt. Ze bevatten de meeste vetten en dat is heel goed, want dat soort vet hebben we echt nodig. Ten slotte moeten we echt wegblijven van gehadde oliën en transvetten, dat deze de ontstekingsfase aanzienlijk vergroten. En ontsteking ligt aan de basis van hart- en vaatziekten, Alzheimer, diabetes en vele andere aandoeningen. Het toevoegen van de diabetische vriendelijke vet aan je dieet kan natuurlijk enige tijd in beslag nemen. Maar het is zeer belangrijk dat je dat toch zal doen. Het eten van olijfolie, vis en noten is iets dat de mensen rond de Middellandse Zee al eeuwen doen en dit leidt tot een lager risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Voor meer tips over gezondheid en diabetes, neem dan een kijkje op mijn blog. Dankjewel.